De man werd door voorbijgangers zwaargewond midden op de rijbaan aangetroffen. Hij bleek te zijn aangereden. Maar van de automobilist ontbrak ieder spoor. We hebben de afgelopen week uitvoerig onderzoek gedaan. Zowel door de recherche van bureau Laak als door bureau Verkeer. En dat heeft afgelopen maandag geleid, ook dankzij een tip trouwens. Maar het heeft afgelopen maandag geleid tot de vondst van het busje. Nou, nadat we het busje hadden aangetroffen, konden we ook vrij snel de eigenaar traceren. En zodra we toen we die geconfronteerd hebben met onze bevindingen, bleek zijn zoon, die daar ook bij aanwezig was, die heeft toen gelijk bekend dat hij de bestuurder is geweest tijdens de aanrijding. De verdachte heeft verklaard dat hij niet wist dat hij iemand had aangereden. Hij is niet aangehouden, hij is wel verdachte. Hij is ook verhoord als verdachte. Maar de feiten waarvan hij nu wordt verdacht, als het verlaten van de plaats ongeval en het veroorzaken van een dodelijk ongeval, dat zijn geen misdrijven waarop voorlopige hechtenis is toegestaan. Dus we kunnen hem niet vastzetten. Dat is toch gek, er is iemand overleden? Ja, we gaan ervan uit dat het een ongeval is geweest, dat in ieder geval de bestuurder geen enkele opzet heeft gehad om deze man aan te rijden. En ja, dan wordt iemand niet in voorlopige hechtenis genomen.